Ik ben Rodan en Friskus. Ik ben eigenaar van de Barberbrouwerij. En mijn bedrijf helpt mensen om betere kapsalons te creëren, vaktechnisch en zakelijk. Dus ik leid barbiers op en probeer ze zo goed mogelijk te introduceren in het vak. Ja, we mogen nu door die 1,5 meter cultuur tijdelijk even niet aan het werk om klanten te knippen. Dus ik mag ook geen trainingen geven aan personen. Dus dat doen we nu veel online. We proberen zoveel mogelijk filmpjes en livestreams te maken met mensen, zodat ze met mij kunnen meetrainen. Ja, de reacties van de kijkers zijn eigenlijk tot nu toe allemaal heel positief. Ik krijg heel veel privéberichten van mensen die echt wel weer zin hebben om iets te gaan doen. Ze sturen mij ook weer foto's op van het werk wat ze zelf getraind hebben om te kijken of het goed is gegaan. Dus eigenlijk bijna alleen maar positieve reacties. Nou ja, waar het in mijn bedrijf sowieso al snel om gaat, is dingen proberen samen beter te maken. Dat is ook een beetje mijn concept wel. En deze crisis leent zich daar ook heel goed voor. Dus mijn doel is om mensen in plaats van tegen elkaar op te zetten, proberen of we van elkaar dingen kunnen leren. De ene kapper doet dit en de andere kapper doet dat. Hoe kunnen we nou proberen om als groep zijnde gewoon weer sterker uit die strijd te komen? Iedereen heeft het financieel lastig, we moeten allemaal inleveren. Wat kunnen we nou samen bedenken om toch weer toffe dingen te gaan ondernemen? Ik denk dat deze tijd daar geschikt voor is.